Het leek zo mooi: het imago van dak- en thuislozen positief veranderen. door ze te laten twitteren over hun leven. Maar het initiatief van NEOS, het Leger des Heils. en Verslavingsinstituut Novo de Kenton is mislukt. Na zeven maanden zijn er nog nauwelijks twitteraars. Hoe het komt? Geen idee. Alle instellingen die meededen. wijzen de gemeente aan als woordvoerder. en die heeft nog niet gereageerd. Alleen twitteraar Rinse Bakker is nog actief. Wel veel over koffie, dat hij toe is aan een bakkie, en verder wilde hij vandaag geen commentaar geven.